Hallo mensen, welkom terug in BeamNG Drive. En vandaag gaan wij aan wat scenario's werken. En de vorige keer heb ik daar ook vooral gewoon rondgereden. Maar vandaag gaan we dus scenario's doen. En als eerste ga ik Road Race. A race through the countryside on the East Coast of the United States doen. Dat is makkelijk, want ik heb in mijn vrije tijd ook wat BeamNG Drive gespeeld. En ik heb wel de makkelijke levels nodig. De moeilijke levels. Dat gaat niet zo heel goed. Dus ja, vandaar dat ik de makkelijke levels neem. Maar dan lijkt het tenminste alsof ik er goed in ben op de video's. Dat ben ik niet, maar dan lijkt het tenminste zo. En volgens mij is het nu bijna geladen. Oké, het is dus geladen. Ik zal even naar deze camera-instelling gaan. A race for the countryside on East Coast of the United States. En ik zet hem even in manual modus. Wat betekent dat ik zelf zou moeten gaan schakelen. Wat het dus extra moeilijk maakt. Maar ook weer extra leuk, hoop ik. Dus laten we beginnen. Volgens mij heb ik deze nog niet eerder gedaan, slash geprobeerd. Alhoewel, dat komt er wel een beetje bekend voor. Ik rem daar wel heel hard, terwijl ik het remmen daar wel echt heel weinig, heel klein beetje indrukte. En ik ben er nu toch vrij zeker van dat ik deze al een keer heb gedaan. Nou, geprobeerd, zoals ik al zei. Want zoals jullie ook nu zien, het lukt mij meestal niet echt om fatsoenlijk op de weg te blijven. Ga ik ook omdat ik gewoon veel te hard ga. Zeker voor deze auto, want dit is gewoon een normale auto. Maar tot nu toe gaat het heel goed. We zijn op de helft van de checkpoint 8 van de 14. Aan mijn auto gekregen. En dat moet ik nu veranderen. Nu moeten we een. En ja, op dit moment crashte mijn game dus. En ik dacht dat het gewoon verder werd opgenomen omdat XSplit dat zo liet zien. Maar blijkbaar kwam er een Be Right Back scherpje te zien van XSplit. Jullie horen mij dus zo te gewoon direct weer doorgaan praten. Alsof jullie dus al eerder bij ook hebben praten. Maar dat is dus omdat ik dacht dat het gewoon doorging. Maar goed, we gaan nu gewoon lekker verder met de video. Enjoy. En dan ga ik kijken of het nu wel wil blijven werken. Ik ben inderdaad nog aan het opnemen, dus ik hoop dat het nu helemaal goed gaat. En we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik weet niet waarom het is gecrashed, gewoon een random reden. Is me één keer eerder gebeurd dat BeamNG Drive is gecrashed. Toen ben ik er daarna of mee gestopt met spelen voor die dag. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar we gaan gewoon nog een keer deze race proberen te voltooien. En we zijn weg. Daar komen bomen. Oh, mijn motorblok. Nee, dat. Zal niet helemaal goed meer gaan. Dus ik ben nu naar de resetknop aan het zoeken.
shit, dit gaat zo fout. Ik heb nu dus al gewerkt, ik kan deze auto niet op een race manier besturen. Dan gaat het gewoon fout. En het is wel echt heel vervelend dat hij zo grof afremt. Meteen hoor ik het gewiep van de banden. Dus ja, hopelijk blijft de game weer werken. En shit. Daar stond weer een boom. En nee hoor, dit gaat weer niet werken. Ik ga stoppen met deze scenario's. Omdat ik dan zo'n ding niet gewoon kan resetten, moet ik weer helemaal overnieuw beginnen. Dus ik ga nu naar die map. En dat is volgens mij Jungle Rock Island. Nee. Ik denk dat het Small Island is. Dus we gaan naar Small Island en dan gaan we gewoon even lekker rondrijden. Oké, we zitten nu dus op deze map. Alleen, ik ga wel een andere auto willen. En ik wil niet al te snelle auto. Want dan weet ik weer dat ik uit de bochten ga vliegen en zo. Dit lijkt me wel een leuke auto. Ook al gaat dit toch weer een snelle auto worden. Maar ik neem de Turbo Drift variant. Want ik wil wel eens zien hoe dat is om te driften. In deze game. Hij heeft veel power. Oh, hij heeft heel veel power. En maar weinig grip. Dus als ik het zou kunnen, zou driften al te moeilijk moeten zijn, maar ik kan het niet. Dus laat ik gewoon maar even een normale auto nemen. En daarom neem ik de LX V6. Ik zit een beetje vast. Dus ja, ik probeer er een beetje uit te komen. En nu gaat het helemaal fout. Ja, daar zit je dan. Ik ben los. Dus dat is mooi. Dus nu gaan we gewoon lekker rondrijden over dit eiland. Niet al te snel, niet al te snel. Ik ga gewoon 40. Ik weet niet of dit kilometer per uur is of mijl per uur. Als het mijl per uur zou zijn, dan ging ik net gewoon bijna 100. Op een weggetje waar ik waarschijnlijk in het echt niet eens 50 zou willen gaan. En op dit moment, als hij mijl per uur aangeeft,
vaak weer 100. Maar ik hou hem onder controle. Een soort van. Hij glijdt wel een beetje heen en weer. Dat is een grote steenformatie waar ik niet tegenaan wil komen. Oh shit. Ik ben de controle kwijt. Hard remmen. Dat is goed zo. Het strand op. Niet in het water terechtkomen, want dan is het einde oefening. En oh god. Ja, dit zat er aan te komen. Jeetje. Ik stond net volgens mij op de voorbumper van de auto. Goed, ik heb een gebroken voorruit. Boeit allemaal niet. Want we leven nog. Maar waarschijnlijk niet voor lang meer. Wat is dit? Oh god, zeecontainers. Die ik bijna had geraakt. Gelukkig had het bosje geen stam. Hier is nog een zeecontainer. En volgens mij houdt het hier het strand een beetje op. Wow, het verbaast me serieus dat ik nog steeds rijd. Het verbaast me serieus. Echt verwacht dat ik al lang al of in het water of echt ergens vol tegenaan was gekomen. Volgens mij ziet mijn auto er niet zo heel goed meer uit. Laten we even kijken. Oh, hier is water. Daar is water. Ja. Je wilt toch wel echt wel naar een garage toe. Met deze auto. Maar goed. Ik zie daar een boom en ik ga proberen een snuit op te bouwen. Ik heb niet de snelheid. Dus is dit ook niet een heel mooie crash of zo. Maar goed, ja, mijn uitlaat is ook los. Dus mijn motor doet het nog. Mijn auto zelf doet het waarschijnlijk ook nog. En nu rijd ik het water in. Ja, dus nu doet hij het niet meer. Ik ga hem lekker hier laten staan. Ik ga jullie hiermee bedanken voor het kijken. Want ja, dit is het einde van de video. Dus ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao!